U heeft een boek geschreven over het leven dat u leidt in Parijs. Ja. Dat is voor een deel van het jaar. Een ander deel van het jaar bent u ook in Nederland, omdat er gewerkt moet worden. Wij zagen deze week beelden uit Parijs die ons deden schrikken. Dat was namelijk een aanslag, zo mag je het wel noemen, op de redactie van een cartoonblad. Laten we even kijken naar de beelden. Charlie Hebdo détruit par un incendie la nuit dernière, un incendie criminel. Charlie Hebdo sort aujourd'hui un numéro spécial sur les suites du printemps arabe, un numéro qui s'appelle Sharia Hebdo. Dès hier soir, la rédaction avait reçu des menaces de mort par Internet. Le site web de Charlie Hebdo est inaccessible, des islamistes l'ont piraté. Ces gens qui ont fait ça ne croient pas en Dieu, en fait. Ils croient dans le feu, ils croient dans la disparition, ils croient dans la mort, mais ils ne croient pas dans la religion. Je crains que cette affaire soit instrumentalisée par des gens moins rigolos que nous et moins bien intentionnés que nous envers l'islam. Grâce à Libération, qui va accueillir Charlie Hebdo dans ses locaux, la rédaction espère sortir un nouveau numéro mercredi prochain. Charlie Hebdo, ken je het nog? Ja, ik moet het wel met het woordenboek lezen, maar het is erg leuk. En nu hadden ze dus de Sharia Hebdo. 100 zweepslagen als je niet lacht, dat was de leus. Juist. En ook meteen een komische reactie na de brand. Kijk, het gebed is verhoord. Want ik geloof inderdaad dat humor de enige manier is om fanatici onderuit te helpen. Ja. En die fanatici die zijn er op alle vlakken. Want 2 weken geleden stonden er 100 katholieken op de Place Châtelet te protesteren tegen een toneelvoorstelling waarin het christendom werd bespot. En daar werden ook brandbommen gegooid? Nee, maar wel 2 jaar, even kijken, in 88 waren er katholieken die een brandbom hebben gegooid in een bioscoop in Saint-Germain, waar een film, de laatste, de dernière tentation de Christ van Scorsese, heet die, geloof ik? Scorsese. Ja, ik ben erg goed in het husselen van naam. Ik hoor het. In ieder geval 13 ernstige wonden. Ja. Dus er zijn fundamentalisten van allerlei soort. En nu de islamisten. Want ook in Frankrijk worden deze mensen met de loep gevolgd. In tegenstelling tot 5-6 jaar geleden. Toen werden ze niet met de loep gevolgd? Nou, toen zag men dat als een sociaal probleem. Bijna 4 miljoen moslims in Frankrijk. Ja. Een hele grote groep buiten Parijs wonend. En toen Sarkozy begon in de politiek, zei hij: wij moeten deze mensen helpen. Wij moeten deze mensen helpen hun godsdienst op een behoorlijke wijze op te bouwen. We moeten zelfs moskeeën helpen bouwen en subsidiëren. Mm-hmm. Waarmee hij dus de heilige scheiding van kerk en staat overtrad en enorm op zijn kop kreeg. Maar als je het niet doet, laat je mensen in garages bidden of op straat, wat tot 3 maanden geleden gebeurde en nu verboden is. En dan wordt het een ongrijpbare godsdienst en nodig je dus allerlei duistere krachten uit Saudi-Arabië uit om daar het woord te prediken. Terwijl de toekomst van een veranderende islam ligt in steden als Parijs, ligt in Nederland, ligt in landen als Indonesië, in de periferie. In Mekka zal het niet veranderen. Het zal veranderen bij mensen die openstaan voor een debat of uitgenodigd worden door een debat. In die zin speelt meneer Wilders bijvoorbeeld een hele goede rol in Nederland. Juist. Walgelijke man, maar doordat hij zo walgelijk is, zullen de moslims zich opnieuw moeten manifesteren, duidelijk maken, opkomen en inzien en openstaan voor kritiek. Maar hier gaat het eigenlijk behoorlijk goed tussen moslims en niet-moslims. Er wordt behoorlijk goed gedebatteerd. Ja. Moslims voelen zich zelden of nooit echt heel erg. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn ook politici die bedreigd worden. Die zijn er ook. Er zijn ook idiote moslims die mensen bedreigen. Maar echt uit de hand lopen lijkt het de laatste tijd toch niet meer. Nee, nou, nu is dit gebeurd. Er zijn allerlei rellen geweest. Ja, de verschillen zijn heel groot. 40% van de mensen met een een Noord-Afrikaanse achtergrond, dus de jonge mensen, zijn werkloos. Mm-hmm. Dat is allemaal verborgen werkloosheid, want officieel wordt dat niet geteld. Want we zijn allemaal gelijk. En onder die gelijkheid vindt een grote ongelijkheid plaats. En dat is onder de vanillekleurige mensen is dat maar 9% de jongeren. Dus dat is een heel groot verschil. Ja. U woont in het chique gedeelte van Parijs. Merk je daar iets van nieuwe aanscherpende tegenstellingen? Dat heb je gemerkt nadat de hoofddoeken werden verboden. Toen werden de hoofddoeken plotseling hoofddoeken van protest. En meisjes die het niet droegen, begonnen het te dragen. Wat je ook merkt is dat bijvoorbeeld, er zijn getallen en onderzoeken over, 20 jaar geleden de Ramadan min of meer werd gevolgd, maar niet heel erg. Nu bijna
over de 95%. De Ramadan, dus een maand lang overdag vasten, is een manifestatie geworden. Je stinkt een maand lang uit je mond de geur van God en het wordt je identiteit. En dat wordt allemaal aangesterkt doordat plotseling Sarkozy stemmen zoekt bij die ontevredenen die naar extreme partijen afglijden. Wat je dus hier ook ziet. Het is omstandig van de banlieues die er een paar jaar geleden zijn geweest. Dat was omdat er een paar jongetjes werden geëlektrificeerd, geëlektrocuteerd, waar de politie achteraan zit. En toen, ja, iedereen denkt dat die bom barst. En als je er rondloopt, rondrijdt, denk je ook dat die bom barst. Maar dat is eigenlijk een verlangen van mensen zoals u en ik. Die de wereld willen veranderen en denken, waarom pikken jullie het? Waarom branden jullie nog steeds elk weekend honderden auto's af? En waarom branden jullie auto's af van het merk Citroën? Omdat meneer André Citroën een Jood was. Kijk. Dat soort onzin. Waarom ga je niet, zou je bijna zeggen, naar de Rue Saint-Honoré, Hermès, Gucci, Louis Vuitton, tassen van 10.000 euro. Nee, ze branden hun eigen rommel af. Maar ze doen het niet. Ze blijven daar zitten, want ze zijn inderdaad buitengesloten van die stad. Ja, wat u beschrijft namelijk dat u in een vlaag van solidariteit of nieuwsgierigheid met een plastic tasje van Albert Heijn is het daar niet, het heet daar anders, naar die buitenwijken gaat. Maar die vermomming wil niet erg lukken. Nee, dan lijkt ik, als ik een trainingsbroek aantrek, net als de jongens, en ik koop een tasje uit de lokale supermarkt, dan zie ik eruit als meneer Bolkestein op weg naar de tennis. Terwijl ik solidair wil zijn met de onderdrukte. Ja, ja. Dat is dan de conclusie dat het eigenlijk geen zin heeft. En dat je het alleen heeft allemaal geen zin. Als ik daar reis, ben ik een antropoloog en die kijkt en die zich niet probeert te verbazen. Ik denk alleen maar, het is alsof ik een met woorden een documentaire, maar ik stap voortdurend in verhalen. Ga bewust die methode.